We hebben dit jaar niet echt een trend in de boeken. Wat we wel zien is dat we een heleboel bestsellers hebben. Dan Brown, Hosseini, de nieuwe van Nikki French. Een vlotlopend verhaal. Niet te ingewikkeld. Een stapeltje boeken gekocht voor in Thailand. Onder andere Coetzee met zijn nieuwe boek. Tommy Wieringa met zijn nieuwe boek en de nieuwe van Khaled Hosseini. Ik heb eigenlijk een traditie ervan gemaakt elke keer als ik op vakantie ga boeken te kopen. En ik heb één boek, De Uitverkorene, is van een Marokkaanse vrouw, Faiza. En ik heb haar een keer op televisie gezien. Ik zag het liggen en toen dacht ik, nou, dit moet ik nu kopen, want dat wil ik graag lezen. Mijn leestip voor deze zomer van fictie, dat is De Expat van Patricia Snell. Erg populair hier op Schiphol, word ik erg goed verkocht. Het speelt zich af in Singapore en als je naar de omslag kijkt, dan kan je je voorstellen dat mensen hier ook een vakantiegevoel van krijgen. In non-fictie zijn de sportboeken populair. Mijn leestip is Voetbalmafia. Dit is deel 2. Het boek is populair omdat het erg relevant is op dit moment en dat wekt nieuwsgierigheid op. Saskia Noord, Koorts en Erika James, zussen voor altijd. Heb je daar nog speciale criteria voor je vakantieboeken? Nee, dat moet niet te moeilijk zijn. Zware kost bewaren we voor thuis. Dit zijn dwarsliggers. Dit zijn grote titels in kleine boekjes. Makkelijk leesbaar, makkelijk mee te nemen. De Dan Brown, de nieuwste Inferno, is dus ook verkrijgbaar in een dwarsligger. Het is heel makkelijk.